Hallo allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag ga ik weer koekjes maken. En dit keer maak ik lionkoekjes. Ik zou zeggen, laten we maar snel aan de slag gaan. Wat je nodig hebt voor de lionkoekjes zijn... Allereerst doe je de suiker in de kom, samen met de boter, die doe je er ook bij. Daarna doe je het zakje vanillesuiker erbij. Daarna doe je het in de keukenmachine en dan mag je het door elkaar gaan mixen. Als de suiker en de boter gemixt is, mag je het ei erbij doen. Daarna mag je 1 theelepel vanillearoma erbij doen. En dit mag je ook weer door elkaar gaan mixen. Daarna mag je dan een snufje zout erbij doen. Daarna mag de bloem erbij. Dan doe je eerst 1 theelepel bakpoeder bij het bloem. Dat roer je even goed door elkaar. En dan mag het bloem ook bij het deeg. Dit roer je even heel kort door elkaar, want het moet natuurlijk een bal worden. Nu ga je het deeg verder gewoon kneden. Zo, nu is het een deegbal geworden en dan mag je de rest erbij gaan doen. Nu mag je de laaiers ook in kleine stukjes gaan snijden. Als je alle drie de lijns hebt gesneden, doe je 2 lijns bij het beslag. Doe je er 2 lijns bij het beslag en de chocola doe je erbij. Maar eentje hou je nog even apart. Want die kan je dan daarna op de koekjes doen, zodat je zeker weet dat er echt nog een lijn in het koekje zit. Nu mag je dit ook nog even door elkaar gaan kneden. Ik gebruik eigenlijk altijd een ijslepel als ik koekjes maak, zodat ik zeker weet dat alle koekjes even groot zijn. En dan doe je hem op de bakplaat. Alle koekjes op de bakplaat heb gedaan, doe je nog een klein stukje van de lijn die je over had, die doe je op het koekje. Zo. Nu zijn de koekjes klaar om de oven in te gaan voor 15 minuutjes op 180 graden. De koekjes zijn nu klaar en ze zijn echt heerlijk. Zeker een aanrader en ik weet zeker dat jullie ze allemaal heel erg lekker zullen vinden. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en ik zie jullie weer bij een volgende video. Doei!